50 meter, 30 meter, start gevallen. Paarden zijn gestart, als laatste begint aan de koers Appie Zwagerman. En we hebben naar de start als leider, opkomend aan de binnenzijde, Anape River. Aan de uitgeschakeld nummer 3, galop nummer 3. Uitgeschakeld nummer 11, galop nummer 11. En ook voor Barry's Boy, die leidde tot uitschakeling, die galopades. En de deelnemers zijn in de eerste bocht. En aan kop gaat Buwalda. Buwalda in uitgeschakeld nummer 6, galop nummer 6. Ook Bink de Legume maakt galopades en is uitgeschakeld door het comité. Verder weg in het veld en de buitenzijde opkomend Beat It. Deelnemers komen de rechte lijn voor de tribune in. Wordt nog altijd gestreden om de goede uitgangsposities in de voorhoede bij de in de beginfase van de koers. En we zien ook dat Rick Ebbingen over zijn rechterschouder kijkt. Ziet daar Jan van Dooijen weer opdoemen met Beat It. Beat It neemt de leiding over. Beat It, de zoon van Davy Danu, heeft een lengtevoorsprong nu genomen. Op de tweede plaats Buwalda. Aan de buitenzijde hebben we dan Anape River. En die wordt op een lengte gevolgd door Ziggy Boko. Paarden gaan de laatste ronde in. Wat verder weg in het veld hebben we dan Jolan H. Geflankeerd door Jori Tomo. En op twee lengte Asquater. Daarachter volgt dan Appie Zwageman. En laatste van het peloton is Singada Faith. Deelnemers zijn halverwege de Klingendaalbocht, gaan op weg naar de overzijde van de baan. En Beat It leidt nog altijd. Beat It, drie kwart lengte voorsprong. Tweede plaats is voor Anna River. Uitgeschakeld nummer 11, galop. 1000 meter nog te gaan in Duindichts jackpot kwartetkoers. De derde plaats aan de binnenkant nog altijd voor Buwalda. Vierde aan de buitenzijde is dan Ziggy Boko. En achter Ziggy Boko hebben we dan Jolan H. Die gevolgd wordt door de in het tweede spoor opererende Jori Tomo. Daarachter is het dan Asquater. Aan de binnenzijde volgt daarachter Appie Zwageman. En Zingara Veetvol is ook een van de hekkensluiters als het laantje gepasseerd is. En de paarden zich opmaken voor het indraaien van de laatste bocht. Met nog altijd Beat It de leider. Beat It leidt met een lengtevoorsprong. Het. Op de tweede plaats komt aan de buitenzijde sterk naar voren Jori Tomo. Jori Tomo, dat is de challenger voor Beat It. De kleine Beat It en de grote Jori Tomo naast elkaar. Deelnemers op weg nu naar de laatste rechte lijn. We hebben op dit ogenblik nog zo'n 450 meter af te leggen. Aan de binnenzijde loopt Buwalda geen meter te veel. En ze zijn in de laatste rechte lijn een kleine 400 meter nog af te leggen. Aan de binnenzijde nog altijd Beat It. Beat It heeft nu anderhalve lengte voorsprong. Jori Tomo op de tweede plaats. Buwalda aan de binnenzijde is op zoek naar daglicht. En daarachter is het aan de binnenzijde dan Jolan H. Aan de buitenzijde volgt Anape River. Deelnemers in de laatste 200 meter. Beat It leidt nog altijd. Beat It, de nummer 5, Buwalda, vindt de deur op slot. En zal mogelijk naar het tweede spoor moeten worden genomen. Maar Beat It, die heeft nog altijd een lengtevoorsprong. Beat It heeft een lengtevoorsprong. Een halve lengte. Komt daar aan de buitenzijde nog die Buwalda op. Maar dat reikt, dat is niet meer genoeg. Daarachter op de derde plaats dan Jori Tomo.